Hallo en welkom bij deze podcast over de basis van genetica. In deze podcast zullen we kijken naar hoe eigenschappen overerven, waar de informatie ligt voor deze eigenschappen en hoe ze tot uiting komen. We doen dit aan de hand van de volgende situatie. Een vader en een moeder hebben bruine ogen. Ze krijgen een kind met blauwe ogen. Hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk dat het kind een andere kleur ogen heeft dan de ouders? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen we moeten gaan kijken waar deze eigenschappen te vinden zijn. De informatie voor deze eigenschappen ligt op het DNA. DNA is een lange ketting van informatie. Deze bevindt zich in de celkern, hieronder weergegeven. In een cel zitten natuurlijk nog veel meer celorganellen, maar in deze afbeelding zijn ze weggelaten. Informatie in de celkern is verdeeld over 46 chromosomen. Dit zijn pakketjes DNA. In normale cellen met een celkern bevinden zich die 46 chromosomen. Een uitzondering erop is bijvoorbeeld de rode bloedcel, die geen celkern heeft. In geslachtscellen, zoals de zaadcel en de eicel, bevinden zich maar 23 chromosomen. Dit is natuurlijk zodat uiteindelijk het gevormde individu na bevruchting ook 46 chromosomen zal bevatten. Maar wat zijn chromosomen precies? Chromosomen zijn opgevouwen DNA-moleculen. Zoals hier rechts te zien is, zie je een chromosoom. En dit is een chromosoom na verdubbeling van een enkel chromosoom. Maar daar zullen we later op ingaan. Het chromosoom is een sterk, compact opgevouwen molecuul DNA met enkele eiwitten die zorgen voor de stevigheid. Dit DNA bevat alle informatie voor een cel om te kunnen functioneren. Uiteindelijk, als we gaan kijken naar alle chromosomenparen van een individu die zich in elke cel bevinden, zijn dat er 46. Maar we zien ook dat er 23 chromosomenparen zijn. Elk chromosomenpaar bevat een chromosoom van de vader en een chromosoom van de moeder. En samen noemen we dit overzicht een karyogram, een overzicht van de chromosomen. Naast de 22 chromosomenparen die informatie bevatten voor alle type eigenschappen, zijn er ook twee chromosomen, die noemen we de geslachtschromosomen, en die bepalen het geslacht. In dit geval een X- en een Y-chromosoom, wat betekent dat het een man is. In het geval van een vrouw zal dit twee X-chromosomen zijn. Als we gaan kijken naar de bevruchting, dan kunnen we zichtbaar maken op welke manier chromosomen worden doorgegeven. Een zaadcel bevat 23 chromosomen van de vader, een eicel bevat 23 chromosomen van de moeder. Uiteindelijk na bevruchting zal dit een bevruchte eicel zijn, zal dit de eerste cel zijn van een individu met 46 chromosomen, waarna alle celtypen zich kunnen ontwikkelen. Als we gaan kijken hoe dat eruit ziet als we naar de chromosomen kijken, zien we hier 23 chromosomen en hier 23 chromosomen. Samen zijn dat de 23 chromosomenpaar, 46 chromosomen. Het is heel belangrijk om te zien dat elk chromosoom deel is van een paar, en samen hebben we dus 23 chromosomenparen, maar dat betekent dat we voor elke eigenschap twee keer de informatie dragen, namelijk op het chromosoom wat we van de vader hebben gekregen en het chromosoom wat we van de moeder hebben gekregen. Om verder te ontdekken op welke manier die informatie tot uiting komt, moeten we kijken naar één chromosomenpaar. Hier weergegeven als twee gekleurde staven. Denk eraan dat deze chromosomen bestaan uit een lange ketting van DNA. Een stukje DNA met de informatie voor een eigenschap noemen we een gen, vandaar ook de naam genetica. Eén zo'n stukje bevat informatie. En één zo'n stukje kan informatie bevatten voor een eigenschap, maar de meeste eigenschappen hebben veel meer genen nodig om tot uiting te komen. Wat voor informatie dat is, dat bepaalt uiteindelijk de eigenschap. Maar er zijn meerdere varianten van zo'n gen. In ons geval hebben we het allel voor blauwe ogen en het allel voor bruine ogen. En nogmaals, ieder mens heeft twee keer de informatie voor een eigenschap. Verder inzoomen op de allelen. Die allelen geven we aan met een hoofdletter en een kleine letter. Dat komt omdat er verschillende typen allelen zijn. De genen zorgen dus voor eigenschappen. Er zijn varianten van die genen, namelijk meerdere allelen. En er zijn allelen die dominant of recessief zijn. Dominant betekent overheersend. Dat betekent dat dit allel tot uiting zal komen. En zal overheersen over een recessief allel. Wat alleen tot uiting komt wanneer er twee keer de informatie voor is. Daar zullen we zo meteen op terugkomen.
Een allel duid je aan met een letter, dat betekent een hoofdletter voor het dominante allel en een kleine letter voor het recessieve allel. Nu hebben we genoeg informatie om de vraag te beantwoorden. Namelijk, we moeten kijken naar de genotypen. En die genotypen, daar zijn drie variaties. Je hebt namelijk twee keer de informatie voor de kleur ogen. Dus dat betekent of een hoofdletter en nog een hoofdletter. Dat betekent twee keer een dominant allel. Het is ook mogelijk om grote a kleine a te hebben. Of kleine a kleine a. Welke van deze is mogelijk in deze vraagstelling? Grote a betekent dat als beide ouders grote a hebben en daardoor bruine ogen hebben, ze sowieso een kind krijgen met ook twee keer grote A, want ze kunnen alleen een grote A doorgeven. Dit genotype is dus niet geschikt. Hetzelfde geldt voor kleine a. Dat zou ook betekenen dat het kind dezelfde letters, dezelfde allelen zal hebben als de ouders, en dus dezelfde kleur ogen. Wat overblijft is dus grote A, kleine a. Dat betekent vervolgens dat de ouders bruine ogen hebben, en dat betekent dat bruin dominant is. Want ze hebben zowel de hoofdletter als de kleine letter, dat betekent dat de hoofdletter, het dominante allel, tot uiting komt. Als we dat in een kruisingsschema gaan weergeven, zien we dat er vier mogelijkheden zijn, waarvan er twee hetzelfde zijn. Drie mogelijkheden op bruine ogen, één mogelijkheid op blauwe ogen. Op deze manier is het dus mogelijk om informatie door te geven die niet tot uiting komt in de ouders, maar wel in het kind. Daardoor is het mogelijk om een kind te krijgen met blauwe ogen. Ook als je als beide ouders bruine ogen hebt.